Het binnen krijgt gewone ondernemers op dit symposium in Schouwburg de Harmonie. Er is geen geitenwol om zak te zien. Onleiding is net alleen de dag van de dwarsemers, maar ik het tienjarig bestaan van het Friese en dwarseme adviesbureau E-Kwadraat. In die tien jaar is er een soort verloren. Dus is dat wij begonnen binnen bij boeren en tuinders en bij industrieën, meestal die energieprobleem zien of een energiekans zien. Want het is nou dat het inbed is in de hele maatschappij. Bouw, utiliteit, er is geen aanbesteding meer. We hebben net over dwarsemers, energiebesparing, ofwel over energie-saving companies geren. Een oorvoorbeeld is het Ljouter Wafilane Systems, dat uitvoen had hoe je wetter en warmte weer broeken kan in een waskerij. Ze willen hiermee de vraat veroveren. We hebben de eerste unit die nu ontwikkeld is, hebben we verkocht aan een partij in Melbourne in Australië. En daar zijn we ook een samenwerking mee aangegaan, want zij kennen de markt goed, die partij. En de markt van wasserijen wereldwijd. En samen met hun willen we dit project ook uiteindelijk verder gaan vermarkten. Dus met een partij die de markt kent en wij als ontwikkelaars. Ek het snitser DESA had bij haar een rioolzuivering wat om grutskop te wijzen. Onze huidige koning, destijds nog kroonprins, die heeft het project ook geopend in 2011. Dus dat geeft wel aan wat de statuur eigenlijk van dit project is. En zo wordt er heel niet meer geld verdienen met dwarsem ondernemen in Friesland. Dat is het boodschap aan een zeel vol zakenlui. Strak in pak.